minder energie gebruiken en duurzame energie opwekken. We doen allemaal wel wat. Heb jij thuis bijvoorbeeld een paar regels, zoals de lichten uit of minder lang douchen? Of hebben jullie zonnepanelen op het dak? In deze tijd is er veel verandering nodig op het energiegebied. Verschillende bedrijven, gemeentes en organisaties zijn hier al mee bezig. Bij de gemeente kan je bijvoorbeeld om advies vragen. Ze starten verschillende projecten en geven subsidies. Ook zijn er verschillende energiecorporaties waar je advies om kunt vragen. Dit zijn allemaal vrijwilligers. En zij starten een project om zonne-energie op te wekken waar jij als inwoner van Hilversum aan mee kunt werken. Niet ieder huis of gebouw is geschikt om zonnepanelen op te leggen. Maar wil je dan toch duurzame energie opwekken, dan kan je soms meedoen aan de gezamenlijke zonneprojecten. Zo'n project dat er klaar is Zonneweide Anna's Hoeve. De 2160 zonnepanelen leveren zonnestroom van ongeveer 200 Hilversumse huizen. Deze panelen staan boven een waterbak van de afvalwaterzuivering. Zo wordt deze plek dubbel gebruikt. Handig toch? Ook zijn er zonnepanelen neergelegd op de grote daken in de stad. Je ziet de panelen niet liggen, maar ze wekken wel heel veel energie op. Zoals de Bethlehemkerk met 99 zonnepanelen en op de sporthal bij de arena met wel 1300 zonnepanelen. Benzineauto's in de stad zorgen voor CO2 in de lucht, luchtvervuilende stoffen en geluidsoverlast. Minder autorijden is belangrijk. Ook kunnen elektrische auto's een oplossing zijn. In Hilversum is er een nieuw systeem bedacht met elektrische deelauto's met hele bijzondere laadpalen. Overdag zorgen de zonnepanelen op het dak van het gebouw dat de auto wordt opgeladen. In de avond, als het in het gebouw stroom nodig is, maar de zon niet schijnt, kan die stroom uit de auto worden gehaald. De auto werkt als een buitenbatterij voor het gebouw. Het Mediapark is een bijzondere wijk van Hilversum. Er wordt enorm veel energie gebruikt in alle studio's, bedrijven en datacenters. Ook hier zie je steeds meer zonnepanelen op de daken en worden gebouwen geïsoleerd. Er is vast nog heel veel te bedenken. Je zou bijvoorbeeld de warmte van de datacenters kunnen gebruiken om de gebouwen te verwarmen. Dat is toch veel beter dan dat al die warmte zomaar de lucht in laat verdwijnen? Voor Vliegveld Hilversum worden er allerlei plannen onderzocht om dit gebied energievriendelijker te maken. Van elektrisch vliegen tot aan laadpalen voor elektrische auto's en het aanleggen van een zonneweide om elektriciteit op te wekken. Maar voordat het gebeurt moet het eerst besproken worden met iedereen, bijvoorbeeld de bewoners of de natuurorganisaties. Ik vraag me af hoe het hier over een paar jaar uitziet. De Hilversumse Meent is een van de wijken in Nederland die meedoet als proeftuin voor het aardgasvrij maken van de woningen. De gemeente onderzoekt hoe dit het beste zou kunnen. Onder andere een warmtenet waarbij bodemwarmte wordt gebruikt om de huizen te verwarmen. De wooncorporaties, de bewoner, de gemeente en de beheerder van het gas en de elektriciteitsleidingen die om de grond liggen, werken hierin samen. Een paar bewoners hebben hun huis als eerste aangepast. Als voorbeeld, hun huizen zijn extra geïsoleerd, hebben een inductiekookplaat en in plaats van een gewone cv-ketel een warmtepomp op elektriciteit. Zoals je kunt zien is Hilversum al heel goed bezig met duurzame energie. Wil je nou meer informatie? Ga dan naar www.educatiefhilversum.nl. Doei!